Wanneer je bent afgestudeerd en je hebt een diploma in je hand, wil nog niet zeggen dat je het bereikt hebt. Want het grote werk begint nu pas. Je gaat je moeten bewijzen. En dan ga ik je vertellen, de academie, de leiding van de academie, kunstacademie, die had me toen gevraagd of ik dus belangstelling had om les te geven. En ik heb geweigerd. Ik heb gezegd, nee, nog niet. Ik wil me even bezighouden met mezelf. Ik wil me even bezighouden met mijn kunst. En een paar jongens met wie ik was samen afgestudeerd, die hebben wel ja gezegd. En zij hebben dus toen les gegeven. Ik heb me 10 jaren lang bezig gehouden met mijn kunst. En waarbij ik genoeg ruimte heb gehad om te werken aan een eigen beeldtaal. Populair gezegd, te werken aan een eigen stijl. Heb ik ook gedaan, keihard gewerkt. En het resultaat is makkelijk te zien. Ik heb, ze worden nu ook uitgesteld op de expositie. Het gaat om de 13 tekenschriften waar ik honderden tekeningen heb gemaakt. Tekeningen waar je duidelijk kunt zien het hele proces vanaf het begin. Dat was in 1988, vanaf het jaar voor me afstuderen tot heden, waar ik duidelijk heb aangegeven het hele proces van mijn hele stijl. Snap je? Dus ik heb 10 jaren lang gewerkt om een eigen stijl, een eigen weg te zoeken, te vinden. En nu geniet ik in feite van het harde werk dat ik toen gedaan heb. Ik voel me erg rijk. Ja, rijk in die zin dat ik in die 40 jaar erg veel heb geleerd. Heel veel heb geleerd. Ja, niet alleen wat ik tijdens mijn studie heb geleerd, maar ook het praten met mensen, kunstkenners, met kunstenaars, collega's. Ik heb geleerd van al die onderzoekingen die ik heb gedaan. Toch? Al die onderzoekingen met de verschillende materialen. Ik heb alle mogelijkheden met bijvoorbeeld met de potlood uitgebuit. Wat kan je allemaal doen en halen met houtskool? Wat kan je doen en halen Siberisch krijt, enzovoort, enzovoort. En als je alles op een rijtje zet wat je in al die 40 jaar hebt gedaan, voel ik me inderdaad erg rijk van binnen.